Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En ja, vandaag is de dag dat de zomervakantie voor iedereen is afgelopen. Het is weer tijd om terug naar school te gaan en je klasgenoten alles over je vakantie te vertellen. Heb jij een leuke vakantie gehad? Nou, geef deze video dan alvast een duimpje omhoog. Hier bij Nickelodeon zijn de vakanties vaak leuk, maar ook een beetje stressvol. Je gaat het zien in deze video over de meest chaotische vakantie. Een vakantie plannen, ja, dat kan best wel stressvol zijn. En dat weten Ronnie Anne en Bobby uit de Casa Grande ook. Ze willen hun hardwerkende moeder verrassen met een reis om de wereld. En die reis, die kunnen ze winnen bij een danswedstrijd. Ja, om hun kansen te vergroten, schakelen ze alle Casa Grandes in om hun danskunsten te laten zien. Maar gaat het ze lukken? Oh, ik ben zo trots dat onze familie op deze manier samenkomt. Ik moet foto's maken. Of geen foto's maken. Af, niet vechten. Je banana is verteerd. Oeh, een koelkast. Mag ik overnemen? Geen partnerwissel. Af, niet vals spelen. Af. Af! 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 Jullie zijn af! Oh, ja, iedereen is toch wel eens toe aan een lekkere vakantie. Iedereen, behalve SpongeBob. Ja, SpongeBob is zo dol op zijn baan in de krokante krab dat hij het liefst iedere seconde van de dag werkt. Maar als meneer Krabs dan bijna een boete krijgt van de inspectie, moet SpongeBob verplicht vakantie nemen. Iets wat hij totaal niet gewend is en eigenlijk ook gewoon niet wil. Dus verzint hij allemaal manieren om toch in de krokante krab te komen. En dat zorgt voor een hoop chaos. Hallo? 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 Ik wist niet eens dat ik een oor had. Hey, die had ik net schoongemaakt. Hé? Een praat! Kan iemand helpen? Ik zit vast! Meneer Krabs! Neptunus, zij dank, u bent het! Ik zit een beetje knel. Meneer Krabs? Wat nu weer? Nu is het toch echt genoeg geweest. Stel je voor, je bent genomineerd voor een award en de uitreiking is in Japan. Het is een droom die uitkomt voor Carly, Sam en Freddy uit iCarly. Ze zijn namelijk genomineerd voor een iWeb Award. Maar in plaats van dat ze als supersterren in een luxe privévliegtuig naar Japan worden gevlogen, belanden ze in een vrachtvliegtuig die niet eens in Japan landt. En dus zit er maar één ding op. Springen. Klaar voor! Moeten we niet eerst aftellen of zoiets? Help! We moeten schreeuwen! Op een vakantie naar een warm land, ja, dat vind ik heerlijk. Maar een hittegolf in mijn eigen stad, ja, dat vind ik helemaal niks. En ik ben niet de enige. Tori uit Victorious en haar vrienden zijn de hittegolf helemaal zat en zoeken verkoeling in een andere stad. Ze besluiten met de caravan van Beck er naartoe te rijden. Ze kunnen niet wachten om lekker aan het strand te liggen, maar dan gaat er iets mis. Ze komen vast te zitten in de caravan en de verkoeling is ver te zoeken.
Ik ga toch echt voor dat vieze water. Nee, Robbie. Ik moet wel. Ik heb toch geen keus? Het is zijn keus. En? Drink niet van het viswater. Ja, je zag net dat Robbie uit een vies aquarium dronk en overgaf in de tas van Trina. Maar heb jij ook goed opgelet? Want welke kleur was nou die tas van Trina? Was die blauw, geel of roze? Het juiste antwoord is... roze! Ik zou die tas ook niet meer terugroepen. Wat is er nou leuker dan een vakantie op het vasteland? Nou, wat dacht je van een vakantie op zee? De Harry's besluiten een gezellig dagje te gaan varen. Tenminste, dat denken ze. Maar 11 mensen op één boot, dat kan al best wel druk zijn. En als daar midden op zee ook nog eens een draaikolk bij komt, dan is de gezelligheid ver te zoeken. Ah, draaikolk! Is iedereen in orde? Rustig maar, lieverd. Ik heb ze. Mijn mobiel! Dans ook! Hoe moeten we nu bellen voor hulp? Misschien kan iemand op dit eiland voor ons bellen. Ik weet niet, Babs. Ik wou dat er een kip te zien was. Oh ja, ik heb ook trek. Nee, Leni. Ze bedoelt juist dat het verlaten is. Ken je dat? Ben je lekker op vakantie met je familie? Wordt je zus ineens een slechterik? Mij komt dat niet bekend voor, maar de Thundermans wel. Als ze lekker met het gezin op vakantie zijn in Hawaii, heeft Phoebe de krachten van slechterik Dark Mayhem overgenomen. Geen leuke vakantie dus, want een slechte Phoebe betekent niet veel goeds. Snel, gebruik Dark Mayhem's krachtveld om ze te vangen. Kan ik dat? Zo vet! Geen zorg, ik hou ons hieruit. Graag gedaan. Je keek naar de meest chaotische vakanties van jouw favoriete Nickelodeon-vrienden. Wat heb jij eigenlijk allemaal gedaan in je zomervakantie? Laat het mij weten door Nickelodeon te taggen op Instagram. En dan ga ik nog even lekker nagenieten van mijn vakantie. Oh, doei!